autopatrouille. Hoi daar kleintjes. Wat een mooie dag om te spelen. Voorzichtig met de glijbaan. Oh-oh, kijk uit. Oh nee, nu zitten jullie vast. Ik denk niet dat er nog een auto bij kan, Suzie. Stop! Nee, niet doen, Suzie. Wat een rotzooi. Geen zorgen, kleine Suzie. Het komt goed. Suzie, kan jij de autopatrouille om hulp vragen? Hoi jongens, er is een ongeluk gebeurd op de speelplaats en kleine Katie zit nu vast. Kunnen jullie haar redden? Perfect. Laten we gaan. De autopatrouille is er om te helpen, kleine Katie. Houd vol. Matt heeft gelijk, jongens. Geen zorgen. De autopatrouille zorgt voor jullie. Wat moeten we nu doen, autopatrouille? Goed idee, Matt. Hector kan zijn magnetische kraan gebruiken om de glijbaan op te tillen. Oh-oh, hij is te zwaar. Er is meer kracht nodig. Natuurlijk, Frank is heel sterk. Hij kan trekken terwijl Hector tilt. Goed bezig, jongens. Jullie zijn er bijna. Oké. Nu alleen nog de wipwap en dan is Katie weer vrij. Goed werk, autopatrouille. Oh, mooi. Amber is er om Katie te helpen. Gelukkig ben je in orde, kleine Katie. Doeg, Amber. Dus, kleintjes, onthoud dat het belangrijk is dat je op je beurt wacht. We willen jullie wel graag heel houden. Aha, dat is lief van je, Suzie. Wat een mooie manier om sorry te zeggen. Doeg allemaal. Tot de volgende keer. Autopatrouille.
avond, Charlie. Wacht, kijk uit. Je kraan staat nog omhoog en het lijkt erop dat je bijna een elektriciteitskabel raakt. Oh nee. Volgens mij is dat de kabel die alle straatlantaarns en verkeerslichten aanstuurt. Geen zorgen, Charlie. Ik denk dat we het kunnen repareren. Maar we moeten snel iets doen. Het klinkt alsof alle auto's een beetje boos worden. Hey Matt, hey Frank, we hebben jullie hulp nodig. Alle lichten in Autostad zijn uit. Je ziet bijna geen hand voor ogen meer. En het verkeer is ook nog een rotzooi. Kijk, Charlie. Matt en Frank zijn er om te helpen. Het spijt Charlie heel erg dat hij de elektriciteitskabel heeft geraakt. Maar hij deed het niet expres. Het was een ongeluk. Het is goed, Charlie. Dit overkomt de beste. Volgens mij heeft Matt een klusje voor je. Je kan helpen met alles rechtop zetten. Kan jij Matt helpen met het verkeer? Terwijl Frank gereedschap ophaalt bij Tom de takelwagen? Hey Tom, sorry dat ik stoor, maar alle lichten in Autostad zijn uit omdat de elektriciteitskabel los is geraakt. Heb jij iets om het te repareren? Dat is precies wat we nodig hebben om alles te repareren. Bedankt Tom. Goed geregeld met het verkeer, Matt. Je bent binnenkort klaar. Frank is terug en hij heeft gereedschap om alles te repareren. Zo te zien kan Frank Charlie's hulp gebruiken. Kan jij de kabel aan Frank geven, Charlie? Perfect. Nu hoef je alleen nog maar de kabel in het onderdeel te steken die Frank gekregen heeft. En dan kan de kabel weer worden aangesloten. Perfect. Het is gelukt, jongens. Matt heeft gelijk, Charlie. Ze hadden dit niet gekund zonder jouw hulp. Het was een ongeluk. En je hebt goed geholpen. Goed gedaan.
Hey Billy, hoe gaat het? Ben je verdwaald, Billy? Geen zorgen. Blijf hier. Ik ga iemand halen om je te redden. Matt? Hey, Matt. Billy de bulldozer is verdwaald. We moeten hem vinden. Ik denk dat we hulp nodig hebben. Laten we Frank de brandweerauto om hulp vragen. Hey Frank! Billy is verdwaald. Wil jij helpen om Billy te vinden? Waar gaan we beginnen? Inderdaad, Matt. Billy is bij Amber de ambulance op bezoek geweest. Misschien weet zij waar hij nu is. Hey, Amber. Ik hoorde dat Billy vanmorgen op bezoek is geweest. Weet jij waar hij nu is? Aha, hij ging naar de boerderij. Bedankt, Amber. Op naar de boerderij. Matt? Frank? Daar is Ben, de tractor. Hey Ben, heb jij Billy vandaag gezien? Ging hij naar het bos? Oké jongens, naar het bos. Laten wij niet ook verdwalen. Billy, waar ben je? We zouden eigenlijk vanuit de lucht moeten kunnen zien waar hij nu is. Wat is dat? Het is een camera. Goed idee. Laten we kijken of we Billy nu kunnen vinden. Kijk, daar is hij. Daar, iets verderop. Billy, Matt en Frank hebben je gevonden. Je bent gered. Goed gedaan, jongens. Jullie hebben Billy gered. Nu weer veilig naar huis. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Autopatrouille. Goedemorgen, Matt. Hoe gaat het vandaag? Ben je jarig vandaag? Ga je op patrouille? Misschien moet je eerst je licht repareren. Hij is al een tijdje kapot, of niet?
Frank heeft misschien een reservelamp over. We zijn bij het brandweerstation. Oh, kijk. Daar is Frank. Oh jee. Frank kan je geen lamp geven omdat hij hem verloren is. En de reservelamp is gebroken. Wat toevallig. Misschien heeft Amber de ambulance een reservelamp. Misschien mag je haar licht lenen. Dat is aardig. Frank wil wel met je meegaan. Perfect. Daar is Amber. En ze heeft een lamp. En daar komen Matt en Frank. Maar waarom kijkt Frank zo bezorgd? Matt's licht is kapot en hij heeft een nieuwe nodig. Misschien omdat hij jarig is, zou hij jouw licht mogen lenen, Amber. Wauw, Amber heeft haast. Ik denk dat ze haar licht zelf nodig heeft voor een spoedgeval. Laten we bij Tom langsgaan. Hij heeft zeker weten nog een reservelicht liggen in zijn garage. Frank heeft gelijk. Jullie moeten je opsplitsen, zodat jullie allebei kunnen zoeken. Dan zien jullie elkaar weer bij het politiebureau. Hoi Tom, Matt heeft een nieuwe lamp nodig. Heb je één? Wat? Heb je geen reservelampen meer? Dat is raar. Hij heeft ook haast. Net als iedereen in Autostad vandaag. Oh, arme Matt. Kom op, er is nog tijd voordat je Frank weer ziet. Laten we verder kijken in Autostad. Misschien heeft iemand anders een reservelamp. Kijk, Matt. Volgens de klok is het bijna middag. Je kunt beter teruggaan naar het politiebureau voor Frank. Misschien heeft hij iets gevonden. Dat is raar. Frank is er niet. Waar is iedereen toch vandaag? Oh, het is een verrassingsfeestje. Daarom had iedereen zeker zo'n haast. En kijk al die lampen. De jarige Job heeft als enige geen lamp. Wacht even. Volgens mij hebben je vrienden een cadeautje voor je, Matt. En wat zou het zijn? Het is een nieuwe lamp. Fijne verjaardag, Matt. Hey, Matt. Drukke nacht? Goed zo. De stad is ook heel rustig. Het lijkt erop dat alle onruststokers ook slapen. Sst, Matt. Hoor jij ook iemand huilen? Of hoor ik het alleen? Laten we gaan kijken. Kijk, het is Ben de tractor. Hey Ben, heb jij iemand horen huilen? Mm-mm.
Laten we het aan Jerry, de vuilnisauto, vragen. Misschien weet hij het. Hé, hey Jerry. Sorry dat we je wakker maken. Maar heb jij iemand horen huilen? Niet hier. Laten we in die straat kijken. Dat is Suzy, de kleine roze auto. Hey Suzy, wat doe je hier? Wat is er aan de hand? Oh, de lampen doen het niet. En het is donker. Ik begrijp het. Je kan nu niet zoveel zien. Het komt goed, Suzy. Je bent in goede handen. Kan je je koplampen aandoen? Oh, je koplampen zijn ook kapot. Ik snap dat je bang bent. Geen zorgen, Suzy. Matt brengt je veilig naar huis. Wat doe je, Matt? Wat is er? Aha, Frank is dichtbij en zo kan hij jou makkelijk horen. Hé, hey Frank, we hebben je hulp nodig. Suzy moet naar huis, maar haar koplampen zijn kapot en het is donker. Wil jij ons helpen, Frank? Dankjewel, Frank. Kunnen jullie Suzy naar huis brengen? Geen zorgen, Suzy. Matt en Frank brengen je naar huis. Horen jullie dat geluid? Waar komt dat vandaan? Kijk die schaduw. Het lijkt wel een eng monster. Zullen we de andere kant op? Oh, het is Billy de bulldozer en hij is aan het slaaprijden. Billy, hey, Billy, wakker worden. Billy, kan jij ons de weg naar het centrum van Autostad vertellen? Bedankt, Billy. En de volgende keer niet meer rijden als je slaapt. Tot ziens, Billy. Kijk, Suzy, je bent weer veilig thuis. Slaap lekker, Suzy. En vergeet niet om morgen als eerste je koplampen te maken. Matt, Frank, tot de volgende keer. Doei!